Ja, we hebben nu een hele dag repetities gehad. Ik hou van pizza deze. En we gaan zo eindelijk eten. En ik heb appeltaart als toetje. Dankjewel. Ja, want onze Kylie is jarig vandaag. En we gaan zo dus eten. Oh my god, is dat vlog. Vanavond. Oh my god, yes. Nou, we gaan maar even naar de supermarkt toe. Want we hebben echt niks thuis bijna. Maar ik ben moe. We hebben net Harry Potter 2 afgekeken. Ik niet echt. Ik heb wat stukjes gemist helaas. Maar dat geeft niet. We gaan nu deel 3 kijken. Kijken of ik die wel overleef. Nou, onderweg naar mijn schoonouders. En het is warm. Echt heerlijk weer. 10 out of 10. En even gezellig daar wat drinken. Dus vanavond bij mijn schoonvader eten. Yeah. Ook heel gezellig. Ja. Nou, we zijn weer terug. Mijn schoonmoeder werd hem niet, want die was niet thuis. Dus we zijn daarna meteen doorgelopen naar mijn schoonpa en zijn vriendin. En we hebben daar lekker gegeten en het was heel gezellig. Nou, terwijl mijn boetje aan het leren is. Ja, yeah, man. Heel goed van hem, ben ik echt leefloos Pokémon aan het spelen op mijn iPhone. Hashtag no future. Inderdaad, want hij heeft het van elkaar gekregen om een Game Boy Advance emulator op mijn telefoon te zetten. En daarmee dus ook Pokémon. Yay. Ja, een beetje jeugdsentiment, hè? Nou, net de was gedaan en neer aan het gamen. Moet eventjes, hè? Een beetje ontspanning tussen de dingen door. Ja, maar dat klopt. Hij leert heel hard. En dat vind ik heel netjes. En ik heb nu dingetjes thuis gedaan. Kijk, lief toch? En nu ben ik een beetje aan het kijken hoe mijn boetje lieve... Bitch! Het gamen is. We proberen een puzzel op te lossen die eigenlijk gewoon niet lukt. The original shape shows the dog walking. Think about how that shape will change after the dog gets hit by a car. Ja, wat? Wil je dat we een fucking been verwijderen of zo van dit beest? Wil je het like gewoon zo doen? Onmogelijk. Nou, het is alweer super laat. 2:08. En we slapen nog niet, want we zijn helaas niet moe. Want we hebben te lang uitgeslapen. We gaan wel een poging doen, though. Want ik moet morgen er om 8:30 weer uit. Nou, pyjama's aan. En op naar bed. Tot morgen.